uitgerekend op 11 juli was het Chris overkomen dat hij dan ontslag moest nemen als voorzitter. En men vroeg mij dan om in de plaats te komen. Dat kwam inderdaad van verschillende partijen. Men vond dat ik dat dan maar moest doen. Dat was natuurlijk wel een hele eer. Maar als ik zeg met gemengde gevoelens, dan bedoel ik inderdaad ook het moment waarop en de sfeer waarin. Want je beseft ook op dat moment als politicus, en dat gold voor alle collega's van alle partijen, hoe broos je eigenlijk wel bent. Hè? De zaak Chris van Dijk, en hoe je in een mum van tijd van je sokkel gehaald wordt. En iedereen, denk ik, op dat moment besefte wel van, eigenlijk onze stil. Het is toch wel wat. Ja, want op dat moment zit u op die sokkel. Hè? En u weet dan hoe broos het kan zijn. Ja, precies. Precies. Dan weet je van oké, men is nu ook aan het zoeken. Of men van mij iets vindt. En dat weet je.